vandaag is Sosja Duisker. Ja, hallo lieve mensen, daar zijn we weer met een nieuwe Waarom Daarom. Vragen die in een paar minuten uit te leggen, op te lossen of te beantwoorden zijn. En de vraag van vandaag is... Nou, inderdaad, waarom hamsteren we eigenlijk? Wie hamstert legt een voorraadje aan van iets waarvan hij bang is dat het straks niet meer te krijgen is. Om in tijden van nood voor zichzelf te zorgen. Je kunt eten hamsteren, maar ook hele andere dingen zoals wc-papier. Hamsteren is vooruitdenken. Dieren doen het ook. Die leggen wintervoorraadjes aan. Mensen hamsteren omdat er een natuurramp op komst is of een pandemie. Dat merkten we toen corona uitbrak. Maar het gekke is, eigenlijk is dat hamsteren dus helemaal niet nodig. Want onze voorraden zijn behoorlijk groot en toch doen we het. We hamsteren omdat anderen het ook doen. Het is eigenlijk een soort kuddegedrag. Kijk, als jij op het nieuws ziet dat iedereen wc-papier aan het inslaan is en je ziet die lege schappen in de supermarkt, dan ga je toch denken, ja, ik koop ook maar wc-papier, want anders zit ik zonder. Maar juist door te hamsteren gebeurt datgene waar we zo bang voor zijn. Spullen raken echt op of zijn bijna niet meer te krijgen. En daardoor gaan de prijzen omhoog. Want hoe moeilijker iets te krijgen is en hoe meer mensen het willen hebben, hoe duurder het wordt. En dat kan gevaarlijk zijn. Als je medicijnen hamstert bijvoorbeeld. Mensen die ze echt nodig hebben, die zitten dan straks zonder. Ja, hamsteren moet je dus eigenlijk gewoon overlaten aan precies de hamster. Zo, dat was hem weer. Tot de volgende. Waarom? Daarom.